merkbaar is. Ja, dan voel je jezelf ook graag. Ja, dat heb ik altijd hoor. Dat is wel handig. En wel bijna op je zelf staan. Ja. Dat bij jou ook hoor. Een beetje diep. Ja. Ja, dat is lekker. Ja, dat is lekker. 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 Rennen. Je bent zo lang het veld. En rijden. Staat op het dichtbij. Ja.
Nee, maar ja, het moet gewoon los zijn. Het moet los zijn. Maakt niet uit of het stil staat, het was niet los. Het is wel moeilijker, dat zijn dingen die ik moet trainen. Ja, maar los, dat moet je daar vaak niet los. Twee pintjes in de sterren. Wat is dan even hier? Ja, super. Hij staat wel direct stil, hè? Hij is overtuigd met deze pakwerken. Hij is Ja, ze is los. Ja. In principe goed in de hand van de geleider. En de oefening is dat we de tellen aanblaffen. Dat drinkt ook goed aan de pakwerken, dat is prima. Alleen tijdens het aanblaffen twee keer een pitje. Dat moet je niet doen, hè? Het drinkt wel goed in de pakwerken. Oefening is goed. Vluchtverhindering van de pakwerken, aanval, gevecht en akkoord. Alleen dan heb je een extra commando los nodig. Dan moet je natuurlijk veel directe los, dus nog voldoende. Verdediging al uit de bewakingsfase. Aanval, gevecht zijn overtuigend. Alt moet alleen hier direct lossen en als je in komt lopen, zeker als je in kunt lopen, ook daarvoor al, maar zeker als je in kunt lopen, moet je ook verder dringen naar de pakwerken, is goed. Rugtransport. Nou, ja. Rugtransport, nou, dat is een probleempje waar je toch aandacht aan moet geschenken. Holden zie je niet pakwerken gericht, hij is helemaal met jou bezig. En dan hebben we het geluk dat er in Nederland nog een keer wel eens geschreeuwd wordt, want anders dan kan het wel eens anders uitpakken. Oefening is voldoende. Overval vanuit de rugtransport, aanval, effect zijn akkoord. Ook hier weer naar het lossen, meer dringen naar de pakwerken is nog zeer goed. Aanval van hond uit beweging. Aanval is akkoord, alleen moet de hond ietsjes meer overtuiging in het gevecht hebben en naar het lossen even iets meer dringen. Is zeer goed. De verdediging van het hond uit de wagenfase, aanval, effect zijn. Moet er ook meer overtuiging tonen in zijn aanval, moet ook in het gevecht meer overtuiging tonen, moet daar volop vast op uiten, direct lossen en na het lossen wat meer dringen naar de pakwerken. Oefening is goed. De drank dat inzet is het punt, de kwalificatie is goed met 86 punten. Wat zei jij?
87. 86, ja. Ja, maar ja, weet dat ze problemen hebben. Nou, dat had ik niet zo gegeven. Ja, maar ja, dat wordt afgeweten dat ze naar de lijn kijken. Ja, dat is maar 5 punten. Ja. Of je er 3 overhoudt of 4 overhoudt. Dat is het hele puntje. Maar ja, als je focus blijft in de pak, dan weet je waarschijnlijk altijd de reden waarom ze lachen. Ja. Dat was een